Het was een warm welkom op het bordes van het gemeentehuis tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 4 januari. Het koor Sparks of Joy uit Westbroek verwelkomde de gasten die in grote getale gekomen waren. Het was de eerste nieuwjaarstoespraak voor burgemeester Sjoerd Potters. De beeld moet voorop lopen als het gaat om duurzaamheid, zo sprak hij. En we moeten niet stil gaan staan nu het economisch goed gaat. Afgelopen jaar heeft hij diverse kennismakingsbezoeken gebracht die hem veel inspiratie hebben gegeven. Natuurlijk kijkt hij ook uit naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de verbinding tussen de gemeente en de inwoners centraal staat. Hij sprak tot slot drie wensen uit. Als eerste mijn wens dat de nieuwe gemeenteraad een goede afspiegeling vormt van de samenleving in deze gemeente. Als tweede mijn wens dat het nieuwe college verder bouwt aan een regio die economisch groeit en steeds sneller duurzamer wordt. En tenslotte mijn wens dat wij blijven vertrouwen op de kracht van verbinding. Laat een toast uitbrengen op al onze wensen voor een enerverend 2018. Dank. Dank u wel. U heeft heel veel visites gebracht, heb ik begrepen. Bedrijven, ook aan personen. Ja. Gaat u daar ook specifiek mee door? Of zegt u van, nou, dit was voor de kennismaking en nu ga ik... Ik blijf mensen ontmoeten en ik ga er ook echt wel mee door. Maar we hebben een groep van 50 mensen die zich hadden opgegeven. Daar ben ik thuis echt op bezoek geweest. Nou, dat is binnenkort afgerond. Maar ik krijg nu alweer nieuwe verzoeken. Dus volgens mij blijft dat gewoon doorlopen. Mevrouw Bakker, wat mogen we verwachten van u in het nieuwe jaar? Blijft u in het college? Nou, dat is uiteraard aan de kiezer, want de stem wordt gegeven op 21 maart. Maar als CDA hopen wij dat wij beloond worden voor 4 jaar deelname aan dit college. En ja, als het aan ons ligt, zouden we graag doorgaan. En u blijft dan wethouder? Dan zou ik ook graag wethouder willen blijven. Ja, correct. Ja. Meneer Miras, het nieuwe jaar, wat gaan we verwachten van u? De laatste loodjes tot aan de verkiezingen natuurlijk. Ja. Waar ik zelf heel erg blij mee ben, is dat nu in het centrum van Bilthoven zaken echt in beweging komen. Je ziet dat de Kwinkelier wordt nu echt opgeknapt. We zijn heel ver met de plannen voor het Vinkenplein. Er wordt aan alle kanten gebouwd. Je ziet bijvoorbeeld op de hoek bij het Emmaplein John Groen, die nu heel erg aan het verbouwen is. Arjen Bras van Bakkerij Tops, die aan het verbouwen is. Dus in het centrum van Bilthoven staat nu echt van alles te gebeuren. Daar ben ik heel blij mee. En verder zie je dat er een aantal woningbouwprojecten waar we lang op hebben moeten wachten nu echt loskomen. Er wordt nu gebouwd bij de Leie Zuid. Er wordt binnenkort gebouwd bij de Melkweg. Er wordt binnenkort gebouwd op het terrein van Hessing. Dus daar komen eindelijk die woningen die we zo heel hard nodig hebben. Dus er staat een hoop te gebeuren. Wat mogen we dit jaar van jou verwachten? Blijf je wethouder? Wat gaat er gebeuren 2018? Nou, het zijn een paar vragen tegelijkertijd. Of ik wethouder blijf? Dat hangt van de verkiezingen af. Ik ben dus lijstduwer nu dit jaar. Dus dan in tegenstelling tot de afgelopen 8 jaar was ik lijsttrekker. Ik ben bereid, zou het ook fijn vinden als ik wethouder zou kunnen blijven. Maar ik ga deze verkiezingsstrijd ook gebruiken om meer opening van zaken te geven over het rijlen en zeilen van ons als gemeente. Wij moeten ons als gemeente in de spiegel kijkend afvragen wat aanzienlijk beter kan. En wij zijn er meesters in de politiek om te camoufleren wat we niet goed doen. Want we willen natuurlijk steeds zeggen dat alles oké is en dat het volgend jaar nog beter gaat. Nou, dat zouden we eigenlijk niet moeten willen, omdat daarmee de waarheid wordt geweldig aan. Bent u dat ondertussen niet een beetje zat, alle kritiek die afgelopen jaar over u heen is gekomen? Nou, eigenlijk niet. Het is voor mij een bewijs dat ik heb... vind ik zelf veel tot stand gebracht. En er zijn dossiers die 10 tot 15 jaar dus dan hebben gesleept, waaronder het zwembad. Als ik dan binnen 3 maanden dus dan een besluit doorkrijg, dan zeg ik, jongens, hebben wij in de gaten hoe lang, met hoeveel geld wij hier met elkaar hebben gepraat over een zwembad en hoeveel geld dat heeft gekost. Dan ben ik blij, dan sta ik vierkant achter, dat wij een goed zwembad hebben, wat past in deze gemeente. En wat onze boel geld gaat besparen. Zeker als we nog jaren door zouden gaan met daarover te praten.
Wat mogen we van u verwachten in 2018? Nou ja, ik ben natuurlijk wethouder tot het nieuwe college en dat zal in april of mei geïnstalleerd worden. Tot die tijd ben ik ook gewoon heel, want ik ben ook lijsttrekker voor GroenLinks, dus ik ben ook heel druk met campagne voeren. En de laatste, hoe noem je dat, de eindjes vastmaken van de dingen die we de afgelopen 4 jaar neergezet hebben. Ja, en ik hoop erg dat ik als wethouder door mag gaan en dan heb ik nog weer een heleboel nieuwe plannen. En mag u doorgaan, denkt u? Ik zou het niet weten. Als kleine partij, want GroenLinks is toch gewoon een relatief kleine partij, zijn wij niet als eerste aan zet daarin. Dus het hangt er vanaf of we gevraagd worden. Mevrouw Bronsma, waar bent u nou over 2017, afgelopen jaar, het meest trots op? Nou, waar ik heel blij mee ben, is dat wij een zwembad krijgen. En waar ik dan bovenal trots op ben, is dat wij het eerste zwembad in Nederland krijgen wat helemaal afgesloten is van het gas en helemaal verwarmd wordt op warmte uit het riool en met zonne-energie. Wat mogen we van jouw kant verwachten in 2018? Ja, ik hoop een nieuwe gemeenteraad met andere verhoudingen en daarin een sterkere Partij van de Arbeid. Die zich vooral sterk gaat maken voor wonen, werk en zorg in onze gemeente. De traditionele Partij van de Arbeid thema's. En daarnaast hoop ik op de een of andere manier ook nog op de mogelijkheid om een grote zwembad te realiseren. Maar dat gaan we allemaal zien in 2018. We zijn al 2 jaar met nieuwjaarsrecepties aan het interviewen en 2 jaar lang. Ja. Hoor ik maar dat woord zwembad. Ik probeer dat vanavond te vermijden. Ja. Maar je collega's van andere partijen begonnen er zelf spontaan over. Echt waar? Ja. Nou zeg, dat ze zo blij zijn dat er een te klein zwembad gebouwd wordt. Of niet? Nou, ik ga me daar niet in mengen in die discussie. Nee, okay. Nee, maar ik heb in de decembervergadering heb ik weer vragen gesteld over een aantal technische mankementen in het nieuwe bad. Waar ik me ernstig zorgen over maak. En het lijkt erop dat we... Het ging om de verwarming onder andere? Ja, het bad warmde alleen maar op tot boven de 30 graden. Dus een temperatuur die geboden is door de KZB om in te sporten. Met allerlei labmiddelen lijkt dat nou weer opgelost te zijn. De gebruikers worden daarover geïnformeerd half januari. En ik hoop dat het dan naar tevredenheid geregeld is. Maar aan de andere kant weet ik dat die gebruiker niet tevreden zal zijn. Wat voor oplossingen er ook geboden worden rondom die bak. Omdat die bak gewoon te klein is. Dus ja, daar hoop ik op de een of andere manier nog een kans voor te krijgen. Om dat terug te draaien in 2018. Nou, sowieso 21 maart verkiezingen. Waarbij het belangrijk is dat iedereen zijn stem laat horen. Ik ben verbaasd eigenlijk dat er meer mensen naar landelijke verkiezingen gaan dan naar lokale verkiezingen. Terwijl het eigenlijk dichter bij de deur is, dichter bij huis is. En daar zou zeker wat aan gedaan moeten worden. Het ligt ook aan de partijen en de kandidaten. En we moeten dus ook hun overtuigen dat het zeker er wat toe doet en dat het interessant is om te komen. Om een sterke gemeenteraad te maken. Dat is eigenlijk ook wat de burgemeester aangaf. Dat het is belangrijk dat inderdaad die verkiezingen dat een succes worden. En dat we een raad krijgen die echt een vertegenwoordiging zijn voor het van de inwoners. Maar ik ga het nog een keer proberen. Waar gaat meneer Van Lemmen in 2018 persoonlijk zich hard voor maken? Ik ga me hard maken om heel goed te luisteren naar wat er speelt bij de inwoners en bij de ondernemers. Dat klinkt een beetje ook makkelijk. Hè? Dat lijkt wel verkiezingspraat wat ik heb. Maar ik vond een mooi voorbeeld van Macron in Frankrijk. Die zei van tijdens mijn campagne heb ik zoveel informatie opgehaald en heb ik zoveel geleerd. Dat ik nu een aantal besluiten kan nemen die gebaseerd zijn op informatie van de inwoners. Dus waar ik me echt hard voor wil maken is luisteren en bezig zijn met de problemen waar inwoners en ondernemers mee zitten. Dus u gaat na de verkiezingen, net als meneer Macron, echte besluiten nemen over wat er gaat gebeuren in 2018? Ja, klopt. Door te luisteren. En dat mee te nemen. Komen we daarna nog even terug voor de echte antwoord.